Hallo beste spinners van Warren Sportinstituut en alle spinners in Nederland die deze les inmiddels ook volgen. Dit is online spinningles nummer 6. Deze les heeft een klimmend karakter. Het hele middelste stuk van de les is klimmend. Maar we beginnen lekker rustig. Op een kalm tempo zorgen we ervoor dat we warm zijn. Zijn jullie er klaar voor? Want dan zet ik de muziek aan. Daar komt ie. Ga lekker zitten. Schouders zijn laag, armen licht gebogen. Je buikspieren een heel klein beetje aangespannen. Je knieën recht vooruit. Je voet is vlak. En dat niet over de weerstand. Draai je op dan dat je wat voelt. En dan draai je de millimetertje bij. Je hebt maar één doel en dat is warm voor je. Tik die weerstand. Op je hartslag, dan is die nu 65%. Geen klok, jong. Je kunt door je neus inhalen. En steeds komt er een beetje weerstand bij. Tik die weerstand. Je voelt dat je het warmer krijgt. Je hartslag stijgt naar 70%. Gaat het tempo omlaag, gaat de weerstand omhoog, gaan we voorzichtig beginnen met springen. Dat is over 15 seconden. Oké, halveer je tempo, halveer je tempo. Halveer je tempo. En dan draai je er een kwartslag bij. En dan gaan we rustig beginnen met springen. De weerstand is zo hoog dat je er precies mee kunt staan. Niet te zwaar, niet te licht. Je moet ermee kunnen staan. En als we staan, staan we in de rug. Zet je handen maar op twee. In de rug. En kom zitten. Klein beetje weerstand bij. En maak je klaar om weer te gaan staan. In de rug. Good job.
De stappen ontspannen. Je vingertopjes aan het stuur. Je billen raken steeds het punt van je zadel. De ademhaling stijgt. En elke keer als we gaan zitten, komt er een beetje weer van mij. Oké, kom zitten. Een beetje weerstand. Hartslag rond de 70%. Klaar voor je volgende running? Kom maar staan. Zometeen nog één running. En dan ben je helemaal warm. Tik, 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 tik. Maak je klaar voor je laatste running in de warming-up. Ready? In de running. Je bent warm. Je transpiratie komt langzaam op gang. Je hartslag is 75%. Je kunt niet meer door je neus inhalen. Zometeen zitten. En draai je weerstand terug naar je basis. Ik heb gezegd dat deze les een klimmend karakter heeft. In feite krijg je maar twee vlakke stukken. Dit stuk en een stukje in de finale. En de rest is eigenlijk klimmend. Ik breng je naar 88.
weggeblijven fiets. Concentratie. En zo loopt je hartslag op naar 85%. Sterke handen ademhalen. Hou je ritme vast. Zijn we 80? Nog steeds ontlopen. Ik die weer zo uit. Laatste keer een beetje weerslag. Hartslag, dan tot naar 88. Je hebt het toch onder controle, maar het wordt 88. Hierna begint het hele klimmende deel. Trek ze een heel klein beetje aan.
weerstand. Je hartslag. Ergens tussen de 80 en de 85. Zometeen gaan we zitten. En dan komt de weerstand bij. Tik je eerst van mij, maak hem wat zwaarder. Hou je ritme vast, je zit voor een kleine minuut. Tik, 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 tik. Omdat we lang klimmen, kun je het rustig opbouwen. Je hoeft niet gelijk naar je max. Je brengt hem eerst naar 85%. Tik, 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 tik. Blijf je op de dans. Maak je klaar om te gaan staan. Ready? Kom en start. Nu zie je hartslag op ongeveer 85%. We blijven 2 minuten staan. Verhoogde aanmaling. Op een grondje omslagpunt. Die kun je lang volhouden. Eén minuut blijft weer op staan. Daarna gaan we heel even zitten. En dan gaan we weer staan. Vergeet je buikspieren niet. Trek je navel een klein beetje in. Niet te veel, want je moet adem kunnen halen. We komen er nog aan met zitten. Dan komt er weer een beetje weerstand bij. En dan ga ik je hartslag oplopen naar 87%. Oké, kom zitten. Klein beetje weerstand bij. Blijf klimmen. Blijf klimmen. Zometeen weer staan. Ready? Kom maar staan. Dit voelt redelijk comfortabel aan. Je bent een procentje of 3-4 omhoog aan het fietsen. En dat doe je nog voor een minuut. 1 minuut.
klim. Het is een zittende klim die we aanvangen op een wat lagere weerstand dan dat je nu hebt. Dus zometeen ga je zitten en we draaien je weerstand terug. Ongeveer een kwartslag terugdraaien. 10 seconden nog. Nog 5. En kom zitten. Kwartslag trappen, hou je ritme, hou je ritme. Nu zakt je hartslag omdat je kwartslag hebt teruggedraaid. Dus neem eerst een slokje drinken. We doen een zittende klim van 4 minuten en ik wil proberen om wat dezelfde smaak kunnen maken dat je verzuring gaat voelen. Dit gaat dus redelijk makkelijk. Kwartslag teruggedraaid, je hartslag is nog steeds aan het zakken. Ik hier eens aan het weg. Duwen en trekken. Als je duwt, wijs je heel naar beneden. Als je trekt, wijs je omhoog. Achter op je zadel. Trap vanuit je heup. Beetje weerstand bij. Maak hem zwaar. In 3 minuten tijd naar jouw verzuur. Tik die weerstand bij. Maak hem zwaarder. Je hartslag is gezakt naar 80%. Hij gaat nu weer stijgen. Naar 85. Naar 86. Het duurt even voordat je er bent. Maar het komt eraan. Let maar op. Nu moet je kracht gaan zetten. Je gaat trappen vanuit je heup. Zet kracht. Hartslag stijgt. 85. Blijf klimmen. Je moet je best doen nu. Het kost je kracht. Je bovenlichaam blijft je ontspannen houden. Ook als het zwaar wordt, niet je schouders gaan op laten kruipen. Blijf ontspannen fietsen. 1 minuut. Ik hier in stad. En nu ga ik naar 86. 87%. Zometeen komt een verzuring. Over 30 seconden ongeveer. Kom op, blijf in je ritme. Tik, 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 tik. En kom nog 1 keer weer zo bij. De hart van 87. Zet ze dan een tikkie weer, want je gaat verzuren. Oh, dit kost kracht. Je schouders doen een beetje mee. Je knijpt een beetje in je stuur. Zet kracht. 10 seconden nog. Daarna wachten we je weer van af.
dan mag er een halve slag vanaf, maar we blijven flippen. Oké. Draai er maar een halve slag af. En blijf in je ritme. Blijf in je ritme. Blijf in je ritme. We gaan naast wat over in de volgende clip. En dat wordt weer een combinatieclip. We staan of we zitten. En als we zitten, draai we weer zo'n bij. Elke keer als je dus gaat zitten, draai je weer zo'n bij. Over 10 seconden start. Als je een halve slag hebt teruggedraaid, voelt dit makkelijk aan. We starten voor 1 minuut. Thank you.
Dan krijgen we vier tellen op en vier tellen laag. Dus zometeen ga je tellen. Vier op en vier laag. En dan gaan we staan. Beginnen we met de eerste vier tellen ook van ons staan. Without a wishing well.
ademhalingstijd. Had je steeds meer kracht. 3 minuten. Ik hier weer staan. Nog steeds gaat het goed. Je zit nog net niet op die bijna 80. Check je hartslag. En dan geen druk, joh. Check je ademhaling. Die is verhoogd. Nu gaat het je moeite kosten. Hartslag wordt in 1 keer 86. Hoog ademhaling. Hoog hartslag. 2 minuten. Nu gaat het gebeuren. Tik hier in staan. Langzamerhand voel je een beetje verzuring op deze plek. '87. '88. Het gaat je kracht kosten. Niet je tempo loslaten. Kom op, blijf mee. 1,5 minuut, denk je eerst dat? '89. Oeh, langzamerhand gaat het zeer doen. Het begon zo makkelijk. Maar dit kost je echt de kracht. '1 minuut. Tik die weerstand. Oeh. '89. En er komt nog 1 keer weerstand. 30 seconden. Tik die weerstand bij. Volop verzuring. Hartslag 92, 93. Je bent buiten adem. Zometeen gaan we gelijk staan. Want de tweede is nog niet gedaan. 10 seconden. En dan ga je staan. Oké, kom maar staan. Kom maar staan. Oh. Eerst moet je even naar ademhalen. Je weerstand heb je laten staan. Dan ben je niet aangewezen. En je gaat wel het ritme pakken. Zometeen krijg je tijd om wat te drinken. Dus pak nou eerst even dat ritme. Kies die verzuring heel even weg uit je benen. Je hartslag zakt. Dadelijk gaan we zitten. En dan zakt je hartslag wel wat verder. Je hebt nog steeds dezelfde weerstand te pakken, maar je tempo is omlaag gegaan. Dus dat kun je makkelijk aan. Ja, goed zo. En langzamerhand krijg je het weer onder controle. De ademhaling is dik verhoogd, maar echt onder controle. De verzuring is helemaal weg. En je voelt je alweer lekker. Ja, en je gaat weer dansen op dit pedalen. Zometeen krijg je rust. Zometeen rust. En kom
zit. Rust. Je beentempo is langzaam. Je hebt eindelijk tijd voor een slokje water. Het is warm, drink voldoende. Nog steeds ben je niet aan je weerstandsknop geweest. En je rust gaat langzamerhand over in een zittende klim. Je brengt je ritme terug. Tik, 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 tik. Je cadans heb je weer te pakken. Voor de eerste keer in dit nummer draai we weer van tijd. Tik die weerslag. De hartslag mag weer oplopen naar 85%. Hartje klaar. Om terug gaan staan. Ready. Kom maar staan. En nu gaat je hartslag weer door naar 87. Sterk verhoogde ademhaling. Je bent weer kracht aan het zetten. Nog steeds aan het klimmen. Even zitten voor 30 seconden. Komt er nog één keer weer van bij. En dan eindigt die serie klims met een hartslag van 88. Oké, kom zitten. Denk je weer van. En blijf in je kadans. Klaar om te gaan staan. Ready. Kom maar staan. Voor 1 minuut. Daarna begint jouw finale. En de finale begint vlak. Daarna krijg je rust. En dan eindigen we klimmers. Zet op seconden. Daarna ga je zitten en zoek je basisweerstand. Dan verhoog je gelijk de tempo, want we laten die hoge hartslag die je nu hebt niet meer los. Voer je tempo op.
Je schouders zijn laag. Je armen licht gebogen. Twee minuutjes. In die twee minuten kom je op 90%. Dan krijg je rust. Netjes fietsen. Stilzittend. Als je stuitert moet je weerstand bijdraaien. En over weerstand gesproken. Dan draai je allemaal een beetje bij. Kom op. Kom maar staan. Goed zo.
gaat nu om echte kracht. Je moet kracht zetten. Het hoeft niet meer zo mooi. Het gaat om jouw kracht. We staan voor 1 minuut. Daarna nog even zitten. En dan nog een minuutje staan. En dan kun je uitkiezen. Het tempo is niet zo hoog, je weerstand kan daardoor echt hoog zijn. Zometeen gaan we zitten en er komt er nog weerstand bij. Met die laatste minuut komt er nog weerstand bij. Hou denk op zitten, weerstand eruit en kies maar wat jij kunt. Je zet alle kracht niet uit. Tik, 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 tik. Maak je klaar om te gaan staan. Jouw laatste minuut voordat we gaan uitkiezen. Maar hier is stuurpijn. Gebruik je spierballen. Kom op, laat zien dat je kracht zet. Laat zien. 40 seconden. De ademhaling is hoog. Nog 20 seconden. Wie kan er nog bij tijd? Een beetje bijdraaien. Oh, zet kracht niet weg, geef me 15. Nog 10. Hou vast, blijf staan. Nog 5. 4. 3. 2. 1. En kom zitten. Je weerstand helemaal weg. Je weerstand helemaal weg. Of kies een weerstand die jij lekker vindt. Om uit te fietsen. Goed gedaan, mensen. Dit was een pittig lesje. Omdat het hele middelste stuk alleen maar klimmen was. En je steeds op die 85-87% bent gebleven met hier en daar een piek. Was dit een zware les. Fiets hem uit. Drink je flesje leeg. I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my own. En als je flesje leeg is, zet je terug in je stuur. En fiets je lekker uit. Hartslag zakt. Ademhaling zakt. 93 wordt 75%. Laat maar zakken. Breng het onder controle. So let me know the truth before I die fighting. Je bent weer op pijl. We gaan de koeling dan even netjes afmaken. Zoals dat die hoort. Laat je beentempo een beetje zakken. Kom rustig overeind. Handen achter je zadel. Je kin omhoog. Borst vooruit. Haal diep adem door je neus. 2 keer zo langzaam door je mond naar buiten. Trots zitten, rechtop. Goed zo, nu ga je armen rustig voor je borst uit. Kin op je borst, druk op, stretch uit. Armen gaan rustig omhoog, je schouder blijven laag. Je buikspieren tikken aan te spannen. En nu pak je linkerpols en stretch je zij. Zet hem maar druk op. Dan kom je overeind, pak je andere pols en door naar de andere kant. Don't tell me.
En dan overeind, laat los. Linkerarm voor je borst, spanning op je schouder en kijk in de richting waar je arm vandaan komt. Hoofd weer voor dezelfde arm. Hand is je schouderbladen. En laat maar los een wissel, andere kant. Ademhaling gezakt, naar 70% of lager. Hoofd weer naar voren, dezelfde hand. Tussen je schouderbladen. Klein beetje druk op je elleboog. Oké, laat maar los en stop met trappen. Laat één been als een hand de buitenkant van je knie draaien. En die as kijk over je schouders zo ver dat je kunt. Dan kom je terug, draai een halve stap door, andere kant. Andere schouder, andere knie. Toezien in je rug. En dan kom je weer naar voren. Draai je weer, zit een beetje op het opstaan. Voorst mee gestrekt. Dit op over het zadel. Achterstreep belast. Draai een halve stap door, andere kant. Oké, ontspan. Kom voorzichtig uit je fiets. En als je naast je fiets staat, zet je linkerbeen zo ver mogelijk naar achteren. Zo ver dat je heel wel de grond raakt en dat je stress voelt in je kuit. Het been dat achterin staat, trek je naar voren, hou je vast aan je fiets. Leg boven je knie, zak eventjes door. Rustig weer overeind, andere kant. Zo ver mogelijk naar achteren, je heel hard de grond, stretch je kuit. Hartslag 65%. En dan zet je dat been terug over je knie, zak even rustig door. Van mijn vermoeidheid tril je een heel klein beetje. Kom rustig overeind, zodat je linker voor je rechterbeen, je buik valt kalm voorover. Je schouders die hangen een beetje af, je armen bungelen. Je bent volledig ontspannen en je achterste been is gestrekt. Met gebogen rug kom je terug overeind en je wisselt dus even het andere been. Goed zo. Achterste been gestrekt, ontspan volledig. Je bent helemaal relaxed nu. Met gebogen rug terug overeind en de laatste. Strijd je benen eens, dus maak je lang als dat je kunt. Kom op, strek uit. Langer. Goed zo. En nu buig je rustig voorover en tik je met je vingertoppen de grond. En als je daar geweest bent, kom je rustig omhoog, schud los en een dadelijk applaus voor je mensen. Heel erg goed gedaan. Dit was nummer 6.